ook in Zeeland zie je de kracht van de samenwerking op het gebied van agrifood en hoe ondernemers en kennisinstellingen samen met de overheid uiteindelijk werken aan een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Ja, het is heel mooi om te zien hoe het DAP-lab werkt. Daar zie je de overheid samen met de onderwijs en met de ondernemers gewoon samenkomen om te werken aan die sterke agrifoodsector die hier in de regio is. En dat maakt ze zo gezamenlijk beter en dat maakt dat het DAP-lab echt van meerwaarde is, ook voor de verdere regio. Wat je vooral ook ziet met dit soort grote bedrijven, het gaat er echt om, het tweede grootste van de wereld is bijvoorbeeld een bedrijf als Lamb Weston. Zij kunnen heel goed bijdragen aan zorgen dat er werkgelegenheid is, dat er vernieuwingen plaatsvinden en dat er ook uiteindelijk een goede aansluiting en plek is voor jongeren om aan het werk te gaan. Maar dit moet je juist in een regio als dit goed combineren. Ja, veel Zeeuwen wonen in Zeeland en werken in Bergen-op-Zoom of West-Brabant of omgekeerd. In hoeverre zijn er nog koppelkansen voor de toekomst om die samenwerking nog verder te versterken? Ja, daarin zie ik dat als het gaat om het college, maar ook de provincie, heel erg goed aan het werken is om met elkaar te kijken wat er beter kan. En zo'n plek als het DAP-lab, daar zie je dat mensen dan samenkomen, met elkaar het gesprek voeren. Er komen nieuwe ideeën en voorstellen uit waarbij iedereen in de regio hier ook gewoon baat van heeft. En het was voor mij dus ook heel mooi om gewoon hier in Bergen op Zoom met mensen het gesprek daarover te voeren, te zien wat er gebeurt en zo ook weer zaken mee te nemen terug naar Den Haag.